Hey iedereen, vandaag wil ik het met jullie hebben over de verandering die gaande is in de wereld. Als je het nieuws wat volgt, dan ga je inderdaad zien dat er heel wat opstanden en betogingen zijn in Amerika. En dat die beweging, die energie wat ook naar Europa aan het komen is. En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want mensen beginnen te gaan zien dat er eigenlijk wel het een en ander mag gaan veranderen in de wereld. Nu, verandering in de wereld begint eigenlijk in jezelf. Als je iemand bent die zegt van ik wil echt dat er een andere wereld komt, ik wil echt dat er meer vrede op aarde komt, ik wil echt dat er meer harmonie is, dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn, dat er meer vrijheid is, wel, begin dan bij jezelf. Want we kijken altijd naar de buitenwereld of naar anderen. Maar wanneer je bewustzijn verruimt en je wakker wordt, dan stel je vast dat er zoveel illusies zijn in deze wereld. En je hebt het misschien zelf al ervaren, maar sommige mensen zullen ook nooit veranderen. Zolang dat zij een voordeel halen uit het zijn van een slachtoffer of uit het zichzelf hopeloos voelen, dan zal geen enkele leraar, geen enkele healing of techniek hen daarvan weerhouden. En dat komt omdat deze mensen nog veel te veel halen, nog veel te veel voordeel halen uit het zijn van een slachtoffer. En ze zien er eigenlijk nog niet nut in van daaruit te stappen. Ze hebben dus eigenlijk nog niet het bewustzijn dat ze eigenlijk zelf hun wereld creëren. Lange tijd zat ik ook vast in dat systeem. En ik ben niet de enige. Iedereen heeft die weg gelopen. En zeker als je hier nu naar me luistert of kijkt, dan heb je dat ook wel een tijdje gehad. En ga je ook waarschijnlijk het gevoel gehad hebben of gedacht hebben dat je eigenlijk door alles en iedereen gemanipuleerd werd. En dat het enige wat je kon doen eigenlijk was meelopen in het systeem als een schaap meeloopt met zijn kudde. Nu, op het moment dat je ontdekt dat je geen schaap meer bent, maar eigenlijk misschien een wolf, dan verandert er heel veel in je leven. En dat was ook zo met mij. Ik ging gaan experimenteren en leerde meer over het leven, dus ook over mezelf. En doorheen mijn ontwikkeling merkte ik dat ik in staat was om op een hele moeiteloze manier te communiceren met gidsen, lichtmeesters, engelen en ook mensen die niet meer op aarde leven. Nu, in het begin gaf mij dat heel veel angst, omdat er zaken waren waar ik geen controle over had. Tenminste, dat dacht ik op dat moment. En het niet weten wat het allemaal was, het niet weten van waar dat kwam of hoe dat werkte, hoe dat ging, maakte me heel onzeker. Maar door meer en meer de tijd te nemen en mezelf eigenlijk opnieuw te leren kennen, zag ik dat ik krachtiger was dan ik dacht. Nu, mijn groei en mijn ontwikkeling zorgden ervoor dat ik beter in verbinding kwam te staan met mijn innerlijke wijsheid. En ja, ik leerde ook dat dat betekent dat het nodig is om op regelmatige basis stil te zijn, om op regelmatige basis te luisteren, om zelfs op regelmatige basis gewoon alleen te zijn. Ik moest ook ontwennen van altijd bezig te zijn. Ik moest eigenlijk ontleren dat hard werken niet automatisch meer inkomen oplevert. En ik moest stoppen met constant te willen bezig zijn. Want uiteindelijk, dat is ook een afleiding. Dat zorgt er ook voor dat je uit nu getrokken wordt en eigenlijk altijd maar gefocust bent ofwel op het verleden ofwel op de toekomst. Door meer mee te stromen op de flow in plaats van alles te willen gaan controleren en te bepalen, creëerde ik eigenlijk ruimte zodat het universum kon instappen. En je gaat het wellicht wel al gehoord hebben, dan spreek ik eigenlijk over co-creatie of co-creëren met het universum. En dat geeft me zoveel rust en zoveel vrijheid. Waarom? Omdat ik vertrouw dat geld er altijd is wanneer je het nodig hebt. Omdat ik weet dat de antwoorden komen wanneer je ze nodig hebt. En omdat ik kan loslaten wanneer dat ik zie dat het actie ondernemen eigenlijk even op pauze mag gezet worden. Dat het eigenlijk tijd is om achterover te gaan leunen. Door eenheid in mezelf te creëren en dus eigenlijk de mannelijke en de vrouwelijke energie in mezelf te gaan healen en uitbalanceren, was ik eigenlijk in staat om vanuit moeiteloosheid en eenheid mee te stromen op het ritme van het leven. En hoe meer je dat doet, hoe langer je dat doet, hoe meer dat al gewoon een automatisme wordt, een tweede natuur. En dan leer je ook dat het niet uitmaakt tegen welke datum iets klaar is. Als het niet stroomt, dan draagt het ook niet de juiste energie of zit... In mijn geval, of op jouw geval, zit je eigenlijk niet op het goede pad. Dus door het los te laten, ga je zien dat het leven, het universum jou zal tonen wat er dan wel mag gebeuren, wat er wel op dit moment nodig is. En dan ga je ook leren en ontdekken dat alles gebeurt op het ogenblik dat dit moet gebeuren.
Net zoals je nu ziet dat de mensen opkomen en dat de mensen grenzen gaan stellen. Dat de mensen eigenlijk genoeg hebben met altijd het slachtoffer zijn en altijd maar te moeten gaan luisteren. De mensen voelen instinctief, intuïtief aan dat er iets mag gaan veranderen. Soms ga je voelen dat rusten, het achteroverleunen of het gaan werken en leven vanuit afstemming, dat dat niet altijd betekent dat je geen actie hoeft te nemen. Zeker niet, integendeel. Maar ik neem geen actie omdat een of andere businesscoach bijvoorbeeld gezegd heeft dat ik moet met advertenties gaan werken, of omdat ik 3 keer op een dag moet posten om de juiste mensen te gaan bereiken. Nee. Actie ondernemen bij mij komt voort vanuit afstemming met mijn ziel, zodat wat ik doe ook de energie draagt van mijn ziel, van mijn essentie. Wanneer ik actie zal nemen vanuit mijn angsten, vanuit een bewustzijn van tekort, dan ga ik nooit de juiste informatie meedelen, wat jullie ook nood en nood aan hebben en kunnen van leren. En door net te gaan afstemmen op mijn essentie en op mijn ziel, zullen de mensen die met mijn energie resoneren maximaal nut hebben van mijn diensten en van mijn werk. Want uiteindelijk woorden zijn ook energie. En wanneer ik zou schrijven vanuit die vervormde energie in mezelf, dan zou dat bij jou ook een totaal ander resultaat teweeg brengen. En dat is niet de bedoeling, dat willen we niet. Je bent het waard om het beste leven mogelijk te leven. En daarom zet ik enkel woorden op papier wanneer mijn essentie mij daartoe leidt. Of maak ik enkel maar een video of een podcast als ik voel dat het ook gevraagd wordt en het nodig is. En waarom vertel ik jou dat? Omdat ik het wil dat jij het ook gaat proberen. Leven vanuit afstemming. Leven op een natuurlijk ritme. Het natuurlijke ritme dat door je heen stroomt. Leer co-creëren met het universum. Ga daarmee experimenteren. En vallen mag. Je leert met vallen en opstaan. En vraag ook aan het universum en aan je gidsen om te tonen wat je volgende stap mag zijn. Je moet het niet zelf uitzoeken. Je kan het gewoon vragen en dan gaan ze het jou tonen. En dan ga je zien hoe dat mirakels in jouw leven zich ontvouwen. Dan ga je zien hoe moeiteloos sommige problemen eigenlijk opgelost worden. Waarom? Gewoon omdat je het niet alleen wilt doen. Omdat je eigenlijk toestaat dat het universum jou helpt, jou ondersteunt. Zolang dat je dat niet doet, ga je eigenlijk koppig blijven vasthouden aan het leven of aan jouw leven dat je nu hebt en dat komt voort uit angst. En ik weet heel goed, verandering is nooit comfortabel, want we weten niet waar het met wat ons leven heen gaat. En zeker in deze periode is het heel beangstigend om te zien dat er heel veel zaken in elkaar aan het vallen zijn. Maar je moet ook heel goed begrijpen dat je geen nieuwe samenleving kan creëren als de oude altijd nog staat. Dus die moet eigenlijk eerst afgebroken worden en opgeruimd worden om eigenlijk een nieuwe samenleving weer te gaan creëren. Krampachtig blijven vasthouden aan iets wat niet voor jou bestemd is, of aan iets wat ze nut heeft gehad of niet meer werkt, ga je sowieso nooit het geluk en de vrede brengen waar je naartoe verlangt. Ik weet het. Ik zat ook ooit waar jij nu zit. En het is niet simpel. Het is niet eenvoudig. Maar stop met alles te willen begrijpen vanuit je logische verstand. En ga gewoon voelen. Ga naar binnen. Wees lief voor jezelf. Wees vooral eerlijk tegen jezelf. En enkel dan zal je de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je leven. Door helder te zijn over wat je echt wilt, zal het universum voor jou de pionnen op het schaakbord gaan verschuiven. Maar natuurlijk ook dat gaat niet van dag 1 op dag 2 gebeuren. Sommige zaken vragen tijd, omdat ook andere mensen en hun vrije wil in betrokken zijn. Maar zolang je blijft wentelen in twijfel en in zelfbeklag, zou je ook nooit verder kunnen. Dus ja, op dat moment ga je dan ook maar gewoon blijven waar je bent. Totdat je er echt genoeg van hebt en bereid bent om de keuzes te maken en de stappen te zetten richting je vrijheid en richting meer geluk. Aan jou de keuze, mooi mens. Denk erover na. En als je inderdaad ook echt die verandering wilt in de buitenwereld, start dan gewoon met jezelf. Fijne dag nog en ik spreek je later. Dag.